Hoi allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Ik ga vandaag praten over open dagen en over hoe je je daarvoor inschrijft. Ik ga jullie laten zien hoe je inschrijft voor een open dag. En het makkelijkst leek me het om het op je telefoon te doen. Omdat de meeste mensen toch altijd een telefoon wel bij zich hebben. Dus nou, dan kan je op je telefoon naar hva.nl/open dag. En dan staat er allemaal informatie en dan staat er dus ook een linkje dat je kan aanmelden. En dan zie je dus staan, ja, ik meld me aan voor de open dag op 20 april. En dan hoe het allemaal werkt. Dus nou, ik ga heel even snel mijn gegevens invullen. Ik weet niet of jullie mijn eerdere video ook gezien hebben over aanmelden voor proefstuderen. Maar daar heb ik het dus uitgebreid laten zien hoe dat moet. En daar heb ik dus een account voor aangemaakt. En daarom heb ik nu zo'n account. Als dat bij jou ook het geval is, dan kan je gewoon meteen inloggen. Nou, dan kan je op de volgende pagina kan je aangeven welke opleiding je graag wil bekijken. Door de HVA wordt wel aangeraden om maximaal 2 opleidingen te doen. Dit zodat je voldoende tijd hebt om overal goed rond te kijken. Nou, ik ga dus, zoals hier, ik heb even kijken. Mini College Media en Maatschappij lijkt me heel tof. Ik boek deze activiteit en dan doe ik hem van 7 tot 7:30. Ik moet nog even een andere leuke opleiding vinden. Lijkt me wel leuk, volgend jaar moet ik een minor kiezen. En ik ben heel erg aan het twijfelen of om iets met communicatie te doen of met psychologie. Omdat het allebei best wel goed te koppelen is aan voeding. Dus ik ga meteen bij communicatie en bij psychologie kijken. En kijken of zeg maar de opleiding wat is, want dan is de minor waarschijnlijk ook wel wat voor me. Nou, dan heb ik 2 activiteiten geboekt. En dan klik je op verzenden. En dan ben je het aangemeld. Ja, nou, op het moment dat je nu hebt aangemeld, dan krijg je als goed een mail met je e-ticket. En dan staat de planning er nog. Die kan je ook meteen exporteren vanaf de telefoon naar je agenda. Op iPhone dan tenminste. En wat ook wel leuk is, om te benoemen, meestal de week voordat de open dag, of in dit geval open avond is, komt er een app online en daarin kan je het programma precies zien. Dus op het moment dat die app beschikbaar is, dan zal ik hierboven ook even een linkje plaatsen en dan kunnen jullie die daar aanklikken. Ik hoop dat jullie een beetje iets gehad hebben aan deze video. En wie weet zie ik een van jullie ook wel bij communicatie of psychologie op de open avond op 20 april. Ik wil nog even een shout-out doen naar Julian. Hier kan je zijn video bekijken. En de laatste video van Sofian, die kan je hier bekijken. En hier kan je klikken om te abonneren. Doe dat zeker ook, want dan kan je goed op de hoogte blijven van wanneer we een nieuwe video hebben gemaakt. Vooral op de maandagen, 4 uur. Ik zie jullie in de volgende video weer. Doeg!